redelijk gebruikt volgens de copyrightregels onder sectie 107 van het copyrightreglement van 1976. Oké, ik stopte al met luisteren toen je zei sexy. Toen dacht ik van, hey, er komt iets sexy's of zo, maar... Oh. Ja, nee, oké. Okay. Ja, waar gaat dat zo? Ja. Maar het was een leuke... Yo kijkers, van TrueGaming.nl, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met de nieuwe Survival. Samen met Koen en Melvin. Hallo! Doei. Leuk verhaal. Oh, gaan we weer zo beginnen? Ja! Ja! Ik hoor het. Leuk verhaal. Ik heb er wel zin in, jongens. Nou, mooi. Lekker kort ook. Lekker kort verhaal. Ja. Oh, waar gaat dit nou weer heen dan? Als het zo, als het alweer zo gaat beginnen, dan ben ik er nu al gewoon klaar mee. Nou, leuk verhaal. Lekker kort. Ja. Oh my god. Wie is dat? Ah nee, Melvin! Agressieve tijd! Motherfucker. Je kwam zoals een bosneger zo uit de bosjes zo van wow. Ja, je kan ook echt niet het verschil zien tussen koen en een neger. Nee, kan ik echt niet. Eigenlijk is dat best heel erg racistisch, hè? Nee. Sorry voor alle negers die kijken. We love you. Sorry Aaron. Weet je hoe je ja. Weet je hoe je ze, zoals jij ze noemt, negers, het beste kan beschrijven? Of, bosapen, noemen. Melvin. Nee. Ik zeg meestal getinte mensen. Ja, eigenlijk moet ik dat ook zeggen van mijn mama en papa. Zodat er niet boze apen voor onze deur komen die zeggen dat. Wat is een boze Afrikaanse man? Hé, hey, wat? Edje, wat jou van mij praten? Getint. Maar goed. Leuk verhaal. Ja, hoe moet ik hier nou weer op reageren, jongens? Niet. Ja, nee, dat lijkt mij ook maar het beste, inderdaad. Even Iron Jatta, yay. Iron Jatta. Jongen, je gedraagt je net als een neger. Oh nee, dit mag niet online. Nou, dit wordt een aflevering racistische grapjes, mensen. Geniet er maar lekker van, want dit is toch even, denk ik. Nope. Hey jongens, is dit mooi? Ik weet niet of dit mooi is. Nee. Laten we eens even kijken. Nee, Koen, dat moet je via de buitenkant eigenlijk bekijken, waar ik nu sta. Okay. Ik twijfel. Waar ben je? Wat daar? Ik twijfel een beetje. Ik vind het eigenlijk wel mooi zo. Ja, ik ook. Alleen dit wat Jannik heeft gedaan, dat moet toch eventjes gewoon goed. Jannik had het ingekoord. Maar... Het zou op zich best wel eens kunnen als je er wat boven neerzet, maar... Hoe bedoel je? Ja, dat je We kunnen er ook een balkon van maken. Een balkon? Ja, dat zou kunnen. We laten Melvin beslissen. Melvin, kom eens. Wat? Ik ga hier staan. Wat vind je daarvan? Moet daar een balkon komen of ziet dat er mooi uit, dat open raam? Doe maar een balkon of zo. Oké, balkon. Onze heer heeft beslist. Het wordt een open raam. Nee, grapje. Het wordt... Zet hem maar aan, jongens. Het wordt weer zo'n aflevering, jongens. Het wordt weer zo een. Ja. Leuk verhaal. Jezus. Lekker nou, kort. Weet je, maar goed, ik ga iedereen nu even vervelen met mijn kutverhalen, zoals ik ze zelf noem. Eigenlijk. Nee. Leuk verhaal. Melvin, dit gaat toch nooit werken? Wat? Wat je nu aan het doen bent. Hoezo? Nou, ik denk dat het wel wat zou kunnen worden, Kieran. Hoezo? Ja, okay. Deze staat toch ook gewoon goed? Oké. Ben jij dom? Nee! Ben jij dom? Hé, kill! Hé,
Nee, shit. Ik wil kunnen maar twee hartjes. Dat is een prank, bro. Het is een prank. Bosneger achterwaan. Ik kan niet eens meer. rennen. Hé, wacht, waar ben jij? Nee, ik ben bijna dood. Jongen, ik heb 4 hartjes. Jongen, 9 komt achter me aan, help. Ik ben Zwarte Piet, ik loop het dak op. Oh, jammer. Ik heb nog maar 1 hartje. Ik heb nog maar 1 hartje. Ja, ik heb 4 hartjes, dat denk jij. Nee, ik vertrouw je niet, geef me even wat eten. Ja, hij is vergiftigd. Oké, dat boeit me echt niet. Nog meer eten. Eet, Nee, het is een overval, een neger die overvalt. Ik heel nog steeds niet. Hè. Ik ook niet. Jee, ik kan healen. Die farm moet echt snel komen. Deze zo, dus. Ja, hier gewoon. Maar goed, ik zou iedereen nog vervelen met mijn kutverhaal van de vorige aflevering, die ik nog wilde vertellen. Maar dit kon omdat de aflevering werd afgesloten. Leuk verhaal. Ik heb dat. Wat? Oh, dat was je verhaal nog niet? Nee. Oh. Nou. Ik had nog niet eens de kans gehad om het te vertellen, omdat iedereen steeds door elkaar heen zat. En allemaal bullshit gebeurt in deze serie. Ja. Leuk verhaal. Maar goed, in ieder geval. Wat? Mijn ding is kapot. Wat ik dus wilde vertellen is dat ik laatst eens wel eventjes... op de copyright reglementen heb gekeken van YouTube. En dan kwam ik een keer op de pagina voor het redelijk gebruik. Nou, wat dit eigenlijk voor een pagina is, is dat je dat er een aantal regels gelden voor het copyright. Hey, even snel tussendoor, hoe maak je fences? Fences maak je voor 2 houtblokjes aan de linker en aan de rechterkant en 2 stokjes in het midden. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dodelijke stilte. Ja. Dodelijke stiltes zijn echt heel erg leuk. Nee, ja. Maar ja, het redelijk gebruik op van YouTube is dus het ding waar een heleboel mensen gebruik van kunnen maken, mochten ze een review channel hebben. Zo ben ik bijvoorbeeld wel eens op een kanaal terechtgekomen als Gem Reviews, Mr. Enter, die Mysterious Mr. Enter genaamd. Geen idee? Nou, moet je misschien maar eens een keertje kijken. Ik zal je nog wel een paar linkjes sturen via Skype. Maar in ieder geval, die zijn dus YouTubers die melden dat ze hun video's kritiek geven. En dat die dus vallen onder het kopje redelijk gebruik volgens de copyright regels. Onder sectie 107 van het copyright reglement van 1976. Oké, ik stopte al met luisteren toen je zei sexy. Toen dacht ik van, hey, er komt iets sexy's of zo, maar... Oh. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Maar het was een leuk verhaal. Ja, ik ben helemaal niet klaar. Ik ben nog helemaal niet klaar, man. Oh, ik dacht dat dit het al was. Ik ook. Dit was al zo leuk. grapje, Koen. Ga maar verder. Fucking Kieran, misschien moet ik hier maar een keer een losse video maken. Kritiek op Kieran. Dit is helemaal niet de juiste serie om wel eventjes hierover te praten. Maar dit is gewoon geen serieuze serie. Tuurlijk wel. Ik een beetje lopen kutten. Helemaal niet, dit is echt super serieus. Ja, natuurlijk. Hoe gaat het met je mind, Melvin? Of met je farm, bedoel ik? Gaat redelijk. Beter. Doe ik haal nu deze boom weg. Kutboom. Doei kutboom, ga weg. Niemand mag jou. Oké, ik ga wel weg. Doei. Haak hem weg, hij gaat dood. Maar in ieder geval, YouTube channels als Gem Reviews, die gebruiken dus een disclaimer die dus aangeven dat de video die ze gemaakt hebben, dus alleen voor review bedoelingen zijn gebruikt, zeg maar. En dat houdt dus in dat ze wel een copyright claim krijgen, maar
dat er voor de rest niks met de YouTube-video gebeurt. Tenminste, dat is de bedoeling. Er zijn alsnog wel video's die verwijderd zijn, terwijl ze wel vallen op het kopje redelijk gebruik. Maar dus al wil jij een YouTube-kanaal maken en je wil specifiek televisieseries zoals, ik noem maar wat, SpongeBob SquarePants of My Little Pony. Dan kan dat gewoon. Leuk achtergrondgeluid, Melvin. Ja, vind ik ook. Alweer, jongens. Ja, ja. Alweer. Is toch niet te geloven. Best alles, ja, dit is... Wat is dit? Oh. Maar anders gaan we even, anders mute je even totdat ze uitgepraat zijn. Dus Koen, ga verder met jouw ultra interessant verhaal. Ja. Helemaal niet zo interessant is, volgens mij. Ja, jawel, echt wel, tuurlijk. Ja, het is eigenlijk interessant, want ik weet alles van secties en weet ik hoeveel. Ja, secties en ja. Ja, ja. Ik had kunnen weten dat ik dit niet... Jawel, we luisteren, joh. Ja. Maar in ieder geval... Toen ik dat zag, had ik zoiets van... Hey, waarom zou ik hier niet wat meer mee doen? Waarom zou ik niet gewoon... Wat doen met dit redelijke gebruikreglement? Zodat dus ja. Wel misschien dat ik wat leuke reviews van televisieseries op 2Gaming.nl kan gaan uploaden. Dus mocht je dat een leuk idee vinden, laat me maar weten in de comments. Of iets. Of iets. I don't know. I don't know. Ik weet niet eens meer wat, waar ik het over heb of wat er allemaal gaande is. Je wil reviews geven over My Little Pony. Ja. Hoeft niet per se My Little Pony te zijn. Jongen, dat is toch je lievelingsserie? Ja. Dat heb ik nooit gezegd. Echt wel. Nou, volgens mij wel hoor. Ik heb ja, vaak genoeg voor. Ja, ja. Nou, dan ben ik wel... ik heb nooit gezegd... Ik heb gezegd dat ik My Little Pony zo nu en dan wel even leuk vind om te zien. Maar ik heb nooit gezegd dat het mijn favoriete serie is. Oké, Koen vindt My Little Pony leuk. Oké. Ja. Officieel gay. Hey! My Little Pony. Godverdomme. Mag even hoor, ik krijg een berichtje, want ik ben ultra belangrijk. Ja. Ultra belangrijk. Belangrijk shit, jongens. Heb je niet meer seeds, Melvin? Ik ben toch bezig geweest, Nimpie? Ja, maar misschien heb ik nog wel wat in de chest zitten. Ik heb er ook weer 22 bij. Ja, ik heb ook melon seeds. Ik weet niet of je daar wat mee kan. Op pumpkin seeds. Want we hadden melon seeds, maar toen bedacht Koen eventjes in de lava te gaan zwemmen. Oh, serieus? Ja. Ja, ik heb letterlijk tijdens de eerste aflevering, nee, de tweede aflevering zelfs. Tweede. Nou, dat was niet de aflevering, dat livestreamden we. Oh ja, inderdaad. Maar, ik was dus letterlijk in de lava gesprongen. Toen wij aan het mijnen waren. Dan ging je terug naar huis. Ik had een hele hoop gekke shit. Allemaal diamonds. En heel veel iron, heel veel coal, heel veel gekke shit. En toen bedacht ik in één keer van, hey, laat ik zo even lava zwemmen. En zo geschiedde, ik zwom in de lava en ja, alles werd kwijt. Ik ben echt weer ultra belangrijk. Ook leuk dat het allemaal de dingen is geluid horen. Ja. Wat voor gekke... NS. Trouwens. Ik heb gewoon een fucking, dusty geluid van Mortal Kombat. Leuk verhaal. Mortal Kombat. Nee. Is dat daarvan? Wat? Mortal Kombat, je geluid tot. Ja, tuurlijk. Serieus, ik hoorde het ook eens in een andere game. Volgens mij
mij is dat die origineel van Mortal Kombat. Of officieel. Raar. Zo, voor zover als dat ik weet. Hashtag Google is je grootste vriend. Je grootste nog wel. Ik dacht dat ik je grootste vriend was. Oh nee, Lars Huiting is je grootste vriend. What the fuck is hier gebeurd? Ik ben even een lekker trapje aan het maken. Ja, ik merk het. Hey, hey. Sexy, hè? Het halen, man. Dit is trouwens het ideeënbord. Hier kunnen we de ideeën op zetten. Heeft iemand alvast een idee wat we kunnen gaan bouwen? Nee, als je het niet erg vindt, doe ik hem even iets hoger. Ik weet het niet. Ik vind het leuk om iets hoger te maken. We hebben ook een boommiel of zo, langzaam. Dat is ook echt een fucking goed idee van mij. Ik weet nog wel dat op het oude 2GamingNL had ik hier dan ook een solo survivor. Dat hij, dat ik ooit eens een keertje gezegd van... Yo, bouw dit bord. Dat was, had ik hier dan gewoon even gebouwd. Gewoon voor de gein. Dan ging je dan bouwen. En tot de vraag wordt het schijnbaar nog steeds gebruikt. Fantastisch toch? Ik ben boonmeel op Melvin zijn mooie plantjes aan het zetten. Oké, zo. Wat doe jij? Goh. Wat? Dat moet je doen met een ho. Oh, jij bent echt zo slim, hè? Hoezo? Dan krijg je meer seed. Echt? Ik krijg volgens mij 50% meer seed. Oh, oeps, sorry. Slimme doos dat je bent. Wist ik niet. Het spijt me, vergeef me. Daarom ben ik ook echt altijd zo'n vormpersoontje. Ik doe dit echt altijd. Dit is echt wel een te groot bordje, hoor. Boeien. Jezus. Ja, je hebt hem zelf zo groot gebouwd, knaaierd. Helemaal niet. Nee, dat heb ik gedaan. Ja, ga je mij opeens de schuld geven, Koen? Ja, weet ik wel. Dat is Koen. Geef iedereen een schuld, behalve zichzelf. Ja, leuk vooral. Ja, gast. What the fuck. Kijk, ik maak het dan wel mooier, zo. Zo. Oh, Melvin gaat het mooier maken, joh. Nou, ik heb een mooi balkonnetje gemaakt, alleen dit is nog een beetje lelijk. Ik kom even kijken. Ik zal dit even weghakken en daarna ga ik ook de aflevering eindigen, want dat duurt dus alweer 17 minuten. Waarom? Weet je, dat vraag ik me eigenlijk al een tijdje af. Waarom zulke lange video's? Nou ja, eigenlijk vergeet ik de tijd. Ik vergeet nooit de tijd. Ik hou ook het bij hoe lang ik aan het opnemen ben. Je moet gewoon weg. Word je telkens aan het einde van de video een random weg. Elke video weer veranderen. Even origineel zijn. Ja man. Ongelooflijk. Oh. Maar ja, ik heb mijn video's heb ik nooit langer als maximaal een kwartier. Leuk verhaal. Doe niks meer mee. Ja, maar ja, ik vind 10 minuten. Ik heb mijn video's nooit langer als een kwartier. En meestal zijn ze gewoon. Wie zit daar nou weer spastisch? Domme melding, wat ben je aan het doen? Doe jij? Ik heb de deur. Ik heb de deur. Dat is weg, deur weg. Ja, weg. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Ik wil een blauw duimpje omhoog. Zie ik jullie de volgende video. Nee. Ja! Nee. Ik zie jullie de volgende video weer, jongens. Peace. Jezus, geweldig dit.